Ik ben Sean van der Hout, programmamanager van het programma Verbreding Ervaringsdeskundigheid. We zijn van plan om vanuit het programma een academie te gaan oprichten. Daar gaan we vanmiddag bij stilstaan. Een academie voor herstellen en ervaringsdeskundigheid. Waarin we willen benadrukken dat naast professionele kennis en naast wetenschappelijke kennis, ervaringskennis de derde pijler is die we nodig hebben. Het gaat over mensen die zelf ervaring hebben met een levensontwrichtende situatie. En die daarvan, die dat delen met elkaar, daarvan leren, daarop reflecteren en dat als kennisbron gebruiken om anderen ook weer te ondersteunen bij hun herstel en bij hun maatschappelijke participatie. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn en dat de zaal vol zit voor het thema ervaringsdeskundigheid. Mijn naam is Sean van der Hout en ik heb de eer om jullie allemaal welkom te heten voor dit officiële programma. Dan wil ik de druk niet te groot maken, dus ik ga Hanneke en Roland het woord geven en hun veel succes wensen. Toen ik als vrijwilliger mensen ondersteunde met verslaving als maatje, dan vroeg ze soms of ik hun stuff thuis wilde bewaren. Die zette ik dan thuis in de kast. Ik had een aantal potjes met hun namen erop. En de afspraak was dat ze mij konden bellen als ze het weer terug wilden hebben. Soms belden ze en iets waar ik heel goed in ben, kon ik op ze inpraten. En dan kon ik ze ook weer houden om het te gebruiken. Maar als ze het echt wilden, dan konden ze het ook weer bij me ophalen. Dat was mijn ervaringskennis. Het mens zijn staat nog steeds voor mij voorop. Dus of ik het echt anders zou doen, weet ik niet. Maar ik zou het misschien niet zeggen. Ja, ja, je noemde het laveren tussen regels en doen wat nodig is. En naar mijn idee heeft dat ook het programma gekenmerkt. Het is niet voor niks een transformatie, transitieprogramma. En ik voel dan zelf ook meteen die spanningen allemaal terugkomen. Hè? Want mijn associatie is echt van, wat was dit project non de ju spannend? En nog is het spannend, want straks gaan we immers het stokje overdragen naar de initiatiefgroep en naar de nieuwe Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid die daarmee is bezig geweest. Wat mij het meeste geraakt heeft is de omvang van de mensen die hier belangstelling voor hebben en het doorzettingsvermogen. Mensen die iets willen gaan doen met hun ervaring en die ervaring ook willen inzetten voor anderen. We hebben kwetsbaarheid in een ander daglicht gezet. We hebben laten zien dat juist het hebben van een kwetsbaarheid en het ervaren hebben van een levensontwrichtende situatie waarde in zit en ontstaat. Dat levert een rijke ervaringskennis op die we nu kunnen inzetten voor anderen en voor het verbeteren van zorg en participatie. Wat we nu in de toekomst willen blijven bieden zijn eigen opleidingen die leiden tot een diploma met een vette leerlijn ervaringswerker. En daarnaast een eigen programma dat specifiek en alleen gericht is op de competenties die nodig zijn bij het werken als ervaringswerker. We willen naar een samenleving waar oog is voor eigen verhalen, kwetsbaarheid en kracht. Het gaat over alle achterstandsgroepen, of beter gezegd levenskunstenaars. De huidige maatschappelijke situatie biedt juist kansen om het anders te doen. Ervaringswerkers kunnen daar een belangrijke bijdrage bij hebben, omdat we mensen leren hoe ze zelf verder kunnen. We moeten kijken naar het resultaat, naar wat we bereiken, naar wat voor bijdrage ervaringswerkers hierin hebben wat ze doen. Eigenlijk zouden ze ons meer moeten betalen, omdat we juist veel besparingen opleveren. In 2008 starten ze met het programma en je ziet het zorggebruik echt verminderen. Die groene balkjes worden steeds lager en gaan bijna naar nul. En ook de inkomsten die mensen ontvangen, die zijn in het begin van het programma nog volledig inkomsten uit uitkering. En dus dat is bij één, voordat ze aan het programma starten. En naarmate het programma vordert, stijgen de inkomsten uit werk en verminderen de inkomsten uit uitkering. Waar we naartoe willen is naar een plek waar we dit allemaal uit kunnen dragen. Waar we bondgenoten treffen die ervaringskennis waarderen, kunnen ontwikkelen en faciliteren. Gelukkig hebben we medestanders die nu gezamenlijk de schouders onder de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid gaan zetten. Ze zitten hier allemaal op het podium. Het stokje van het transitieprogramma wordt overgedragen naar de Academie.
En daarvoor moeten we tenslotte nog één iemand op het podium roepen. Dat is ons aller steun en toeverlaat. Iemand die ook in de initiatiefgroep zit en die zorgt dat alles draait en loopt. Margreet Dix van Heumen. En Margreet, ook omdat ze zo speciaal is, mag op het laatste knopje, laatste keer op het knopje duwen. En daarmee onthullen we Markiza Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Nou, en laten we nu Marie-Louise Vossen en Chris Wezenbeek het woord geven. In 2008 zijn we inderdaad gestart met het transitieproject. En dat was eigenlijk op basis van een droom. Want dat is nou niet verteld, maar normaal gesproken vertelt John het verhaal. En het verhaal is dan dat ik samen met John buiten aan het roken ben. John rookte toen nog. En John vroeg mij, als je naar de toekomst kijkt, Christen, waar droom je dan van? En ik had toen een droom om in de toekomst een instelling te hebben op basis van ervaringsdeskundigheid. Aangevuld met een professional die je natuurlijk nodig hebt. Dus dat je de omgedraaide wereld hebt. Daarvoor heb je kennis en heb je expertise voor nodig. En dat is eigenlijk ook de reden dat we gestart zijn met de opleidingen. Met de opleiding bij het RSC en bij de Fontys. Want dat is natuurlijk de volgende stap. Wij hebben inderdaad een hele tijd geleden gezegd dat wij graag met minimaal 150 ervaringsdeskundigen in onze organisatie willen werken. En er werd zojuist gezegd dat is lef hebben. En dat kun je zo interpreteren. Maar het heeft veel meer te maken met een overtuiging. Een overtuiging die wij hebben als GGZE dat ervaringsdeskundigen ertoe doen. Dat ervaringsdeskundigen een meerwaarde hebben in de organisatie. Want iedereen heeft een eigen ervaring. En of dat is met een psychiatrisch probleem of met een lichamelijk probleem, dat doet er niet toe. Je hebt je eigen ervaring. En je hebt ook recht om een zinvol bestaan te hebben. En je hebt ook het recht om een regie in je eigen leven te hebben. En dat is de basis waarom wij zeggen, wij vinden het belangrijk dat wij randvoorwaarden creëren, dat mensen ook de regie weer terugkrijgen. Dat wij investeren in ervaringsdeskundigheid. Het formele moment is aangekomen. Ik kijk even naar John. Vind je het goed als we het hier doen, John? Gaan we allemaal het podium op, want we moeten nou iets ondertekenen. Dus degene die de intentieverklaring gaat ondertekenen, en ik zal even de namen noemen, dat is Pim, Harry, Kara van de Wetering, Ilse, Margreet, Frank en Gert, Marjan van Eindhoven, Tekela van Hoogstraten, Kees van Aert, Hans Marel en Hanneke en John uiteraard. Markiza bestaat. Ik ben Ellie van Kooten, directeur maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van VWS. En ook verantwoordelijk voor een van de decentralisaties die leiden tot het sociaal domein. Wij vinden dat het verstandig en sociaal is om er te zijn voor mensen die niet mee kunnen komen. Ieder mens is allereerst zelf verantwoordelijk voor succes in het leven. De mogelijkheden daartoe willen we zo groot mogelijk maken. En nooit zullen wij de ogen sluiten voor mensen die het zonder extra setje in de rug niet kunnen redden. Ik verwacht dat de inzet van de ervaringsdeskundigen een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de afstemming van de zorg op het leven van de cliënt. En dat ook het verlenen van onnodige en of vermijdbare zorg zo kan worden verminderd. Nodig zijn, dat helpt dagelijks bij het winnen en houden van zelfrespect. En daar begint de eigen kracht tenslotte mee. Dank u wel. Nou, Proautonomie bestaat al wel langer. Dat is opgericht eigenlijk tegen de Pro-Anna-sites. Om juist uit te stralen van ben zeker in jezelf. Dus juist om een positieve tegenhanger tegenover te stellen. En nou ja, ik deed dit werk al, maar omdat ik nou ook als ervaringsdeskundige een opleiding ben gaan doen, wilde ik dit gewoon heel graag daarin meenemen. Omdat je hierin ook gewoon je eigen ervaringen in kunt zetten. En dat ik heel erg merk gewoon hoeveel het betekent voor lotgenoten om te zien dat herstel wel mogelijk is en dat er hoop is.
Ik ben Joost Adams. Ik werk bij het cliëntenbelangenbureau op het terrein van de GGZE van de Grote Beek in Eindhoven. De doelstelling, de hoofddoelstelling is het, de zelfredzaamheid van mensen te ondersteunen, te vergroten. Ik doe zelf de opleiding ervaringsdeskundige, mbo-opleiding. En dat is toch uniek om met je eigen ervaringen een negatieve, destructieve houding, gedrag, om dat om te mogen zetten in een positieve houding richting de toekomst. Ik ben Karel Ham. Ik werk op het Summercollege op School voor Welzijn. Ik heb het grote geluk dat ik aan deze opleiding mee mag werken. Persoonlijk begeleider, speciale doelgroepen voor ervaringsdeskundigen. Wat doen wij eigenlijk? We hebben dus een reguliere opleiding. Dan word je opgeleid als persoonlijk begeleider. Dan kun je in instellingen gaan werken. En we hebben een aantal jaren geleden hebben ervaringsdeskundigheid erbij gekregen. Wat doen we dus? Wij bieden naast het reguliere traject. Ze studeren dus gewoon af als persoonlijk begeleider. Studeren ze op de eerste plaats af als ervaringsdeskundige. Ik vind het super. Als ik kijk wat er bij ons uitstroomt, dan denk ik van, ik vind het geweldig. Ik ben Jolijn Santegoets van actiegroep De Keer tegen de Isoleer. Tegen het gebruik van isoleercellen en dwang in de psychiatrie. Omdat eigen kracht eigenlijk een oplossing is tegen het gebruik van dwang en dwangopnames. Want als je een sociale benadering kiest die gericht is op kansen, dan kom je wel ergens. En ja, dwang is alleen maar repressie. Er begint steeds meer draagvlak te komen, ook vanuit overheidswegen dan nog. Er zijn heel veel verschillende hulpverleners in het land en die moeten allemaal even die mindset krijgen. Dus dat is niet iets wat je even in 2 weken doet. Ik ben Toon Jansen, ik ben ex-cliënt van NEOS. Maar het is ook de bedoeling dat we dadelijk vanuit NEOS ook als ervaringsdeskundige gaan werken om dus zowel cliënten te begeleiden als het personeel. Voor het personeel doen we dat via de cursus Samenspel. En voor de cliënten met de cursus herstellen doe je zelf. Dit project dat heet Straatmonologen. En dat zijn dus cliënten en ex-cliënten die dus hun eigen ervaringsverhaal vertellen zoals ze het zelf eigenlijk meegemaakt hebben. En het mooie daaraan is dat mensen dus, die dus als publiek zitten, wordt de ogen ook geopend. Dat die mensen, die hebben net zo goed aandacht nodig als mensen die het altijd van een leien dakje gaan. Nou ja, het staat er, de academie, ze hebben getekend, de belangrijke mensen. En nu is het feest, dus het is wel erg leuk. Ja.